Welkom bij Radar. Vorige week hebben wij laten zien dat het plaatsen van een bekkenbodemmatje bij vrouwen desastreuze gevolgen kan hebben. Chronische pijn, ernstige beperking van de bewegingsvrijheid en geen zicht op verbetering. Vanavond laten we zien hoe één van de fabrikanten van deze matjes, Johnson & Johnson, dit product op de markt heeft gebracht. Uit ons onderzoek blijkt dat zij heel goed wisten wat de risico's voor vrouwen waren, maar dat zij praktisch alles in het werk gesteld hebben om de kennis van ernstige complicaties binnenskamers te houden. Het is echt big business. Big pharma heeft zich echt van zijn kleinste kant laten zien. Wij zijn dus de levende proefkonijn. Echt wel. Ethicons admitted that they knew everything from the very, very beginning. There were no surprises. They knew all of the risks, they knew all of the catastrophes, and they knew that it was going to happen. Not that it might happen, but it was going to happen to some number of women. Ethicon is de medische hulpmiddelentak van farmagigant Johnson & Johnson. De Amerikaanse advocaat Adam Slater neemt het in de rechtbank al jaren tegen ze op. Hij heeft een aantal verhoren vrijgegeven van topmensen van Ethicon uit een rechtszaak die hij sinds een aantal jaren voert. We laten de beelden onder andere zien aan Maria en Dora. Allebei hebben ze de ProLift gekregen, de bekkenbodemmat waar het vanavond om gaat. Hun leven is door deze mat ernstig beperkt geraakt. Ze kunnen allebei niet lang meer zitten of lopen, hebben voortdurend pijn en zijn arbeidsongeschikt geraakt. De verhoren maken pijnlijk duidelijk dat het bedrijf wist dat ze vrouwen zoals Maria en Dora zou kunnen verminken vanaf het moment dat het product op de markt kwam in 2005. You knew that significant retraction could occur. Right. And you knew that a significant retraction could lead to pain for the patient, correct? Yes. You know it could lead to recurrence, correct? Yes. Stel dat je klojo's. Over de hoofden van mensen die eigenlijk helemaal over de hoofden niks leven bedreigends onder de leden hebben, weet je wel, die gewoon niets vermoedend een simpele operatie ondergaan. You knew it could lead to erosion, correct? Yes. You knew it could lead to dyspareunia, correct? Yes. As you sit here now, are there any risks or adverse reactions, adverse events connected to the ProLift that medical affairs at Ethicon know of that were not known of at the time of launch? No. So there are no new adverse events that we were unaware of at the time of launch. Ze wisten het tijdens het lanceren. Ja. Al de ernstige nevenwerkingen wisten ze. Dat ontgoochelt mij. Ik ben ontgoocheld in de mens in dit geval. Nu, waarschijnlijk, ik weet niet of hij de kracht had om dat tegen te houden, of hij het ook wou. Of het, waarschijnlijk stond hij ook onder druk van een hoop mensen. Het is altijd wel iets, maar op een bepaald moment moet je toch zeggen, we doen het niet. Dat hebben ze niet gedaan. Dat is fout. Ze wisten het dus. Maar in plaats van het te melden, heeft Johnson & Johnson willens en wetens deze informatie niet naar buiten gebracht. I see their documents all the time. When something comes up with a study that shows problems, they don't talk about how it's affecting their patients. They're talking about how they can do damage control and convince people that that study isn't really a problem and shouldn't be paid attention to by doctors. Consistently, over and over again. Hoe de schade beperkt moet worden, blijkt uit dit voorbeeld. De ProLift komt in 2005 op de markt. Een aantal jaren daarvoor richt Johnson & Johnson een studiegroep op in Amerika en één in Frankrijk. De Franse dokter Cosson en de Amerikaan Lucenti leiden de studies. Lucenti was one of the doctors that Ethicon went to and said, we want you to be an investigator. We want you to put your name on this study. We want you to test some of the patients. And we want you to be able to then ultimately speak about the ProLift and help sell it to other doctors. Because the best way to sell a medical device to doctors is have another doctor say, I'm using this and it's great. So Lucenti was involved in the study of the prototype for the ProLift called the TVM mesh. The French doctors who created it, they did a study both in France, and three doctors in the US, including Lucenti, studied it. And they put their data out to say, hey, we've studied this in a lot of patients, we're getting wonderful results.
prachtige resultaten in de publicaties naar buiten toe. Maar intern worden heel andere berichten verstuurd. Zo blijkt uit deze e-mailwisseling uit 2003 tussen de leider van het ontwerpteam van Johnson & Johnson en de Franse onderzoeksleider Cosson. Cosson schrijft: de mat blijft goed zitten, maar de problemen zijn erosie en krimp. Dit zijn serieuze complicaties met grote gevolgen voor vrouwen. Dat Johnson & Johnson niet op de rem trapt, kan professor Carl Henneken van de Engelse Universiteit Oxford niet bevatten. You would hope and think that they have safety at their heart and quality at their heart. What this shows is that's a misnomer. And that actually important issues that are deeply important to individuals who receive this device are basically discarded. And in this process, I think what happens is manufacturers and people involved in manufacturing and marketing divorce themselves from the real life effects on individuals and focus on their outcome, which is profit and margins. En dat dat klopt, daar komt advocaat Adam Slater achter. In zijn onderzoek naar de matjes doet hij een meesterzet. Hij vraagt niet alleen het onderzoeksverslag op, maar alle gegevens waar onderzoek van een Amerikaanse studiegroep van Lucenti op gebaseerd is. Dus alle formulieren van patiënten die artsen hebben ingevuld. Hij laat dit vervolgens zelf analyseren door een expert die tot heel andere conclusies komt dan Lucenti. We found that the recurrence and failure rates were higher than what was reported. And in fact, we found that the preset cutoffs for success or failure were violated. And that the most important study used to launch the ProLift was a failure. Want volgens het eigen protocol van Johnson & Johnson is de ProLift een mislukking als bij meer dan 20% van de vrouwen de verzakking terugkomt. Ook de complicaties komen hoger uit. Well, for the US part of the study where they studied patients in the United States, the reported data had a percentage just under 20%. But when our expert looked at it, our expert found that there were failures that hadn't been counted. And when you counted them all, it was above 20%, a failure by Ethicon's own definition, critical. There were more erosions, critical. There were more recurrences, as I said, critical. These were the key points for safety and efficacy, and the results were worse than what Ethicon was telling people. De Amerikaanse dokter Lucenti is dus gestopt met tellen toen het percentage te hoog werd. En het maakt nogal een verschil. This great doctor that they relied on to be their torchbearer had a 49% failure rate with his patients with ProLifts. That's what the data shows, that's what our expert has testified to at trial. Dus bij de helft komt de verzakking terug. En complicaties komen voor bij 85% van de vrouwen. Volgens het eigen protocol hadden ze onmiddellijk moeten stoppen. Dat het gesjoemel met data voor Lucenti niet onverdienstelijk was, blijkt uit dit fragment. If I were to add up all the numbers on these 1099s, which I'll probably do at a break, that would represent the full amount of money that Ethicon has paid you. Yeah. Yes. We came to a number of $1,709,291 and some change. Have you added up the numbers? Yes. Does that sound like the right number? Yes. That's the correct number, correct? I believe so. So, if you want the best example of how this happened and how doctors were brought into this, they had a good-looking doctor who claimed to be a great surgeon and claimed to have great results, and the doctors bought into it, while Ethicon secretly knew he wasn't telling the truth. Het onderzoek van Johnson & Johnson werd dus gemanipuleerd. Het inzetten van artsen door de industrie is volgens de Nederlandse advocaat John Beer een bekende methode. De farmaceutische industrie is altijd op zoek naar banden met opinion leaders. In goed Nederlands de mensen die een beetje leidend zijn in de beroepsgroep. Dat is voor hun de beste band. Want als je die aan je zijde kunt krijgen, dan is het gevolg daarvan dat andere mensen in de beroepsgroep sneller zullen luisteren naar datgene wat die opinion leaders, de onderzoekers, te vertellen hebben. Dit herkent de Vlaamse gynaecoloog Hendrik Camus. Een paar jaar geleden was er in ons land een enquête over waar haal je informatie.
als arts. En ik schrok dat er toch wel een substantieel aantal artsen was die zijn belangrijkste bron van informatie kreeg vanuit de firma zelf. Dus je gaat daar waarschijnlijk wel, een zeker aantal mensen zullen dat waarschijnlijk geloven. Ja. Een andere bron voor de arts is de Instructions for Use. Dit is de gebruiksaanwijzing die artsen krijgen bij een hulpmiddel. The Prolift was launched on the market in March of 2005. Soon before that happened, 2 months before, some medical affairs people wrote a warning to be added to the IFU, the warnings in the package, indicating that for sexually active women there were significant risks because of contraction and that you'd have to use real caution and care before you would actually put that into one of these women's bodies. That warning was not included in the IFU because the IFUs had already been printed and the people running the project didn't want to print a new set of IFUs. They said, well, we'll get to this the next time we revise the IFU, which they didn't do. So the company was well aware of the risks to sexually active women, was told to actually add a warning, and didn't. And of course, there's many women that were sexually active who have been devastated as a result. Als Adam Slater dit aan een van de medisch directeuren, Dr. Arnaud, voorlegt in de rechtbank, schuift die de verantwoordelijkheid door naar de arts. And in fact, Ethicon never put any limitations in the IFU or the patient brochure or otherwise indicating anything like this, that more study was needed before a doctor should use it with a young woman. That was not warned about by Ethicon, correct? Am I correct about that? That was not warned directly by Ethicon, but you know, if you're a professional of surgery, if you're a pelvic floor surgeon, this is something that is obvious. If you read the IFU, you understand first that any vaginal procedure, whether you use a mesh or no mesh, has a potential to create local complication in the vagina. Now you use a mesh and the manufacturer tells you you can have erosion, you can have fistula, you can have contraction. A professional of surgery knows by his training that this is something he should consider very cautiously if it is in front of a young woman which is sexually active. Hij zegt, kijk, ja, we hebben iets op de markt gebracht. Maar de persoon zelf moet toch wel voldoende kritisch zijn, zeker, om te weten wat hij doet of niet doet. Kom aan, hè, het is geen klein kind, het is een ervaren chirurg enzovoort. Dus het is transfer van verantwoordelijkheid. Dat is een bekende manier hoe de industrie verantwoordelijkheid afduwt naar het individu. In dit geval is het individu niet de patiënt, maar de arts. De medisch directeur benoemt het risico van het matje voor jonge, seksueel actieve vrouwen. Maar over welke leeftijd praten we hier? When you refer to a young woman, are you talking about a woman in her 40s, in her 50s? I'm not talking about any other considerations. I just want to know what that means to you. 40, 50 is something like that. But I suspect he's not really thinking this through. He sexually active beyond even goes on extending to, you know, a lifetime. I don't think this is an issue. This affects all women. Als de ernst van de complicaties van de matjes naar buiten komt, dan zullen dokters terughoudend worden om ze te gebruiken. En dat weet Johnson & Johnson heel goed. Zo blijkt uit deze interne e-mail, die een half jaar nadat de Prolift op de markt kwam, is geschreven. Hierin schrijft een aankomend manager aan de zittende manager: ik weet dat dit straks mijn probleem is in plaats van het jouwe, maar ik heb je advies nodig. Ik weet van 4 zaken waar vrouwen een normale blaasfunctie hadden voor de operatie, maar na de Prolift niet meer kunnen plassen. Als dit naar buiten komt, it will scare the daylights out of doctors. Ze weten dat er problemen zijn en toch zwijgen maar tegen de dokters en doen maar rustig verder. Ze trekken er niks aan van de patiënten, daar komt het op neer. They didn't warn about this. They didn't circulate this information to doctors. They kept it quiet. They kept it secret, which is the main theme that we've learned from this company. The most serious problems they learn of are the ones they're least likely to warn anybody about. Because again, they don't want to scare the daylights out of doctors. That would be terrific for safety. Tell the doctors, wait, you have to be very, very careful before you use this. But that's terrible for sales. Wordt wel vaker gezegd, hè?
van de farmaceuten. En dat het boeven zijn. Als je dit dan zo leest, dan denk je van ja... Het zijn gewoon boeven. In ieder geval, dit is een boef. En dat Johnson & Johnson de zaak veel mooier doet voorkomen dan die is, blijkt uit dit interne document. Deze tabel komt uit een brochure voor artsen van de ProLift. We vonden de tabel tussen alle stukken die we hebben opgevraagd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De tabel laat zien hoeveel en welke klachten er zijn binnengekomen na het plaatsen van zo'n 63.000 ProLift-matjes. We laten de tabel aan deskundigen zien. Dat is vals. Why? Because I've seen their documents. I've seen their study results. Those figures are false. Can you elaborate a bit more on the other figures? Sure. You can look at the pain. That's unbelievable that they would claim there were only 4 pain patients anywhere in the world that they knew of. Go to the next line, dyspareunia, painful sexual relations. I've personally seen multiple reports of dyspareunia. I've personally seen emails where medical people in the company are talking about inquiries from doctors who are saying, I have a patient with terrible, painful sexual intercourse. What do I do? I didn't know this could happen. I don't know what to do to treat this person. There's many, many of these reports. I'm not really sure what they were thinking when they put this here. I don't know where these numbers come from. They're not accurate. I haven't seen so many studies with such a number of patients with such low complication rates. Basically, I think this is all what's listed here is very, very low. Niet alleen in deze tabel houdt Johnson & Johnson de aantallen complicaties laag. Ook in de patiënteninformatie doet ze dat. Zo blijkt uit dit verhoor. Well, it would be completely misleading to say to a patient, for example, in a patient brochure for the ProLift, that there's only a slight risk of mesh exposure, since, as you state here, it is rather common, correct? Well, I don't feel that is correct, because, you know, it's a matter of perspective. If you talk to a patient, if you consider that the erosion is going to occur... I'm sorry, I'm going to have to stop it there. I mean, the language, you just got to look at the language there. I feel it is not appropriate. So the whole of device regulation, approval, safety and effectiveness comes down to what I feel. That's just inappropriate. It's not about that. It should come down to the evidence. And anybody who gives you an expert opinion or what I feel is in really dangerous waters, and we've known that for 50 years now, or more. Now, when you get down to this level of decision and who makes a decision about what I feel or what my opinion is, you're at the lowest level of evidence. You're likely to be causing more harm than good. On a patient perspective, you mean that in 9 cases out of 10, you won't have the erosion. So it's not very common. It's rare. If you speak to a surgeon who operates 500 cases a year, and he got 10% of erosion, he's going to get 50 such women coming back to his office saying, well, look, doctor, I have a problem with the erosion. So on a surgeon's perspective, it's not uncommon. It's something that occur, if you see what I mean. You said in this document on May 13, 2005, 2 months after the ProLift was put on the market, that mesh exposure is rather common, right? Yeah, it's rather common. I'm not saying it's common, it's very common, it's rather common. It's not something very rare. Ja, ik ben daar gewoon sprakeloos van. Ja, ik ben wel even... Nee. We hebben het recht te weten. We hebben het recht te weten. Een van de grootste problemen van de mat is dat hij in het lichaam hard wordt en kan gaan krimpen. Maar dit is niet wat Johnson & Johnson communiceert. Ze schrijven bijvoorbeeld in de patiëntenfolder met de toepasselijke titel Get the Facts, Be Informed and Make Your Best Decision juist dat het matje zacht is. Maar wist Johnson & Johnson dat de mat hard wordt? And when you say it must be soft, are you saying it must be soft when it goes in only, or are you saying it must remain soft over the course of time? Well, of course. Ideally, it should remain soft over the course of time. But this is
something we know is a little bit illusory, because I don't know if it's the correct word in English. It's an illusion, because after a couple of days, you know, the fibroblasts invade the implant, and after some times, you know, the implant cannot behave as it would have behaved in the box, you know. So it's when I say the softer, I mean, well, don't use a very stiff one initially, because it goes against your interest, against the interest of the patient. And when I say the softer the better initially, but I have no you know, vision that after a year the implant will still behave in a very elastic and perfect way. Maar ik wist niet ook, als ze op voorhand gezegd, kijk, dat wordt een rigide stuk weefsel, dan weet je zo al dat als je daar tegen botst of tegenkomt, kwestie van coïtus, dat je problemen kan hebben. Dat weet je dan zo, dan doe je dat niet. Vooral dat ze dat allemaal wisten. Ongelooflijk. Kun je je voorstellen dat ze op een markt zeggen, we hebben hier een mesh, maar ze wordt hard omdat daar fibroblasten in groeien. En er kan erosie zijn en pijn en dit. Ja, dan word je gewoon uitgelachen. Dus dan de enige conclusie die je dan kan trekken als firma is, het was jammer van onze investering, maar dit kunnen we niet maken. Basically, I get meshes every day. Professor Kloosterhalven is een van de ontwikkelaars van het eerste matje dat voor hernia's gebruikt wordt. Hij wordt wereldwijd gezien als topdeskundige en krijgt uit de hele wereld stukjes verwijderde mat opgestuurd. Hierdoor kan hij onderzoeken hoe de matjes zich in het lichaam hebben gedragen. Hij doet het onderzoek kosteloos en in eigen beheer. Hij kan ons laten zien met een gloednieuw en loeischerp mes hoe stug en hard de mat echt wordt. Ik kan try to cut this tissue and to show you the mesh basically, and what you always can feel if you cut it, that you cut the single mesh fibers here. So it's very resistant and not so easy. You see, it's this knife is really new and it's not easy to cut it. This is, yeah, basically like a scar, and of course this mesh basically has no function anymore. Yeah, and this is what the doctor and what the patient just feels as a firmness, as a stiffness, or what is basically making chronic pain for the women. Inmiddels heeft professor Kloosterhalven een enorme database met meer dan 600 verwijderde matjes opgebouwd. Hij kan maar tot één conclusie komen. They all have the potential to produce complications, and I'm afraid basically if you that we at the beginning of a process where we have to learn that we produce, or that we implanted a lot of women, and that over time we have to observe increasing numbers of complications. Alle vaginale matjes zullen, volgens professor Kloosterhalven, op termijn klachten geven en het aantal complicaties bij vrouwen zal toenemen. Terug naar Nederland. In 2006 start een trial in 13 Nederlandse ziekenhuizen, geleid door gynaecologe Mariella Withagen. Waarom wordt er eigenlijk een trial gedaan met matjes die al op de markt zijn? De trial is bedacht in 2006. Toen was er nog amper onderzoek gedaan met matjes. Er was een grote trial gedaan in Frankrijk met meer dan 600 patiënten. Dat was het enige wat daar bekend was. Er was geen vergelijkend onderzoek, het waren gewoon patiënten die deze behandeling hadden gekregen. Het was nooit vergeleken met een andere behandeling. De grote Franse studie waar dokter Withagen op doelt is het onderzoek van de Franse arts Cosson. Hij kwam overigens tot de conclusie dat er kanttekeningen geplaatst moeten worden bij het grootschalig gebruik van synthetische matjes. Withagen start toch haar onderzoek op. Ze vergelijkt bij vrouwen die al een verzakking hebben gehad of het matje beter werkt dan de klassieke operatie. De vrouwen die hieraan meedoen moeten daarvoor tekenen. Opmerkelijk is dat tegelijkertijd de product ook geplaatst wordt bij vrouwen die niet meedoen aan het onderzoek.
Maria Smit heeft in een van de 13 ziekenhuizen die meedoen aan dit onderzoek ook in die periode een matje gekregen. Maar ze komt er pas achter dat er een trial liep als ze bij een andere arts komt. Die zei van, maar er loopt toch een trial? Ben je dan geen proefkonijn? Ik zeg, dat weet ik niet. Ik heb je niet getekend. Ik zeg, ik heb nooit getekend. Maar goed, zij had zoiets van, jij had toch minstens kunnen vertellen dat er nog een trial liep. Dat hij toch op zijn minst kunnen zeggen. Dus ik vind het schandalig. Hè, dat je dus iets uitprobeert, terwijl je, dus officieel via een trial, terwijl je daarnaast ook nog gewoon op anderen uitprobeert en dan niet zegt, er loopt een trial. Aan patiënt A zeg je, er zijn onzekerheden en daarom is er een onderzoek nodig. Wil je meedoen? En patiënt B zeg je niets over onzekerheden. En suggereer je dat dat op dat moment de behandeling van keuze is. Ja, dat is bijna schizofreen. Mag dit zomaar? Ja, dat mag, omdat er een CE-markering op de prolift zit. Die CE-markering is toen niet afgegeven voor het gebruik van matjes in de bekkenbodem en dus ook niet onderzocht, maar toch mag het. You have a device that has CE certification, so you can use it irrespective of the clinical trial. The people in the institution think this is a good device and carry on using it in a clinical setting. They select certain patients to participate in the clinical trial to try and answer, hoping at the end of this that they'll get a really beneficial result. And then they'll have vindicated themselves. Well, that's exactly the wrong way round to participate and put people in new interventions. It's completely, utterly madness, to be honest. Maar wat zijn dan de uitkomsten van het onderzoek van Withagen? Withagen komt op een erosiepercentage, dat de mat dus door de vagina heen schuurt, van bijna 17%. Heel, heel veel. Meestal in de literatuur lees je minder, maar bon, die mensen zullen wel niet liegen. Dus 17% is onaanvaardbaar veel. Ja. Ja, absoluut. Dat wil zeggen dat je dus 17%, dat je iets minder dan 1 op 5 terugziet voor die erosie te corrigeren. Hè. Mag je niet aan denken dat je om de 5 patiënten iemand terugziet die je moet terug in slaap doen of toch verdoven om... Dan stop je ermee. Als je dat heb ik dus voor gehad, jaren geleden. Dan normale reactie is, ik stop, hè. Ik doe dat niet meer. 17%. If this was a drug trial, they'd probably stop it and go, we're going to remove this off the market. This is so seriously bad. It's only one look at one time point, and it's after 12 months. And we have learned, especially in our hernia mesh research, that you have to look on the complications over a long run, and you will see that most of the complications increase with implantation time. And I know a couple of other studies where you had in the first year 6%, and then the second year 12%, and then 18%, and this rate will increase, of course. Yeah. Het komt er dus op neer dat hoe langer het matje in het lichaam zit, hoe groter de kans op complicaties wordt. In Europa was er dus een CE-markering. Nogmaals, niet specifiek voor de bekkenbodem, maar voor matjes in het algemeen. Maar hoe zit dit in Amerika? De Inspectie voor de Volksgezondheid in Amerika heet de FDA. Ethicon en Johnson & Johnson never told the FDA they were selling the Prolift. Never asked for clearance. It was only later, in 2007, when they asked for clearance for the next Prolift product, partially absorbable, called the Prolift M. And they listed the Prolift as one of those similar products that they wanted to rely on, and the FDA said, what's the Prolift? And as a result of that, the FDA said, you need to get clearance for this product. Well, it just means you can have a device on the market that actually is just in the pure experimental phase. You are developing the device, you can make changes to the device. What you said in 2005, the device might look completely different in 2008. Nobody's going to know that. The evidence you had in 2005 might not be applicable to the evidence in 2008. It means you've got a device that could be different, virtually different. So the safety profile might have changed dramatically. Naar aanleiding van klachten van vrouwen en artsen waarschuwt de FDA in 2008 voor het gebruik van matjes. Bovendien vragen ze Johnson & Johnson dan, nadat de mat al 3 jaar op de markt is, alsnog met meer gegevens te komen. De fabrikant is naastig op zoek
naar positieve onderzoeksresultaten. Het oog valt op de Zweedse gynaecoloog Altman. Altman heeft $750.000 gekregen om studies naar het matje te doen. Hij wordt uiteindelijk zelfs bestuurslid, boardmember, en schrijft een artikel. En dat Johnson & Johnson zich ook met de inhoud van dit artikel bemoeit, blijkt uit deze map. Die is helemaal gevuld met wijzigingen van Johnson & Johnson. For example, he had language suggesting that medical devices should have to go through multi-level clinical trial phases like a drug. Ethicon's executives said, whoa, if we do that, we're not going to get a return on investment. And that's what it says. That line miraculously fell out of the article before it was finalized. Perfect example. Uiteindelijk weten ze gezamenlijk het artikel gepubliceerd te krijgen in het toonaangevende medische tijdschrift, de New England Journal of Medicine. Nee, dat is geen goede evolutie. Dat is helemaal te verwerpen. En dat wil zeggen dat je op de duur geen enkele houvast meer hebt. Als de New England en dat soort tijdschriften, de JAMA, dan is het, dan heb je eigenlijk geen houvast meer. Dan moeten we in de tuin gaan werken. In Nederland is de ProLift van Johnson & Johnson het meest geplaatste bekkenbodemmatje. Zo blijkt uit onze WOP-stukken. De FDA is in actie gekomen. Maar hoe zat het dan met het toezicht door onze inspectie voor de gezondheidszorg? Wanneer begon de IGZ zich zorgen te maken over de matjes? Dat is in 2009 geweest. Vervolgens zijn er kort daarop nog een tweetal meldingen gekomen. Dus internationaal toen contact gezocht, herkennen we dit? En toen kwamen er signalen dat ook andere landen dergelijke meldingen hadden gekregen. Ja, werkt de IGZ samen met andere gezondheidsdiensten wereldwijd op het gebied van dit soort implantaten? Absoluut. Ja. En dat is wel ook naar aanleiding van dit verhaal vele malen sterker geworden. U zegt, eigenlijk kwamen de matjes in beeld in 2009... naar aanleiding van meldingen van vrouwen, van klachten. De FDA, de Amerikaanse waakhond, die kwam al in oktober 2008... met een waarschuwing over de matjes. Ja. Ja, wat heeft u gedaan met die waarschuwing? Het bijzondere is dat en dat is een van de leerpunten die wij zelf hebben gezien in Europees verband, dat die waarschuwing in Europa op die manier niet geland is. Niet geland dus. De FDA komt in 2011 met een tweede, nog heftiger waarschuwing naar buiten, voor alle matjes. De FDA blijft ook dan aandringen op meer onderzoek. Johnson & Johnson levert de studies van Withagen en die van Altman in. En dan, als er wereldwijd waarschijnlijk al honderdduizenden matjes bij vrouwen geplaatst zijn, wijst de FDA deze studies af omdat ze de veiligheid van het matje op lange termijn niet kunnen garanderen. Well, the fact is that the day that the FDA wrote to Ethicon and said you have to do a higher level study of safety in January of 2012, that day Ethicon's regulatory people, their employees were talking among each other saying if we pull the product off the market, can we avoid doing this high level study? Ultimately, that's exactly what happened. They pulled the product and made a deal with the FDA. If we pull it, we don't want to do the study. And the FDA said fine. Johnson & Johnson haalt dan, vanwege commerciële en niet vanwege veiligheidsredenen, de ProLift van de markt in 2012. In 2013 volgt de eerste Nederlandse waarschuwing van de IGZ voor matjes. 5 jaar na de eerste waarschuwing in Amerika. Recent verscheen Europees onderzoek waaruit blijkt dat matjes niet bewezen veilig en effectief zijn op lange termijn. Weten we dan wat het doet over 20 jaar en het lichaam van die vrouw? Of dat op alle terreinen bekend is, daar kan ik eigenlijk vanuit een inspectierol geen antwoord op geven. Dat in het Europese onderzoek wat laatst uitkwam stond van niet. Dat we eigenlijk geen gegevens hebben over de effecten op de lange termijn. Ik denk dat met vele producten die vreemd lichaam zijn, we een aantal vraagstellingen die over de langere termijn gaan ook niet kunnen beantwoorden. And 10 years later, we suddenly get to a point where the European Union wakes up and says, oh, we think we've got a problem. Let's have a committee. Let's start talking about the solutions. Well, look, there's a solution right in front of us right now. We have to start regulating this way of approving devices. These devices are dangerous, are implanted in the body for lifelong. We need to have a system that's built on evidence, not on feelings or behaviors. A system that's built on quality and safety and demands for patients that in Europe we will have a system that's fit for purpose, put safety at the foreground, and stop doing
doing what we're doing. Because the problem is, this is a bit that's striking to me, this can still happen today, is still happening, and will happen in the future, unless our policy and our regulation changes. Het is een verbijsterend verhaal. Voor de vrouwen die kampen met de ernstige gevolgen van een bekkenbodemmatje kunnen wij als redactie niet veel doen. Hun situatie zou opgepakt moeten worden door de beroepsgroep van gynaecologen. Misschien helpt het ook als de zorgverzekeraars en de politiek zich hiermee zouden bemoeien. Voor iedereen die in de toekomst een matje of een ander implantaat voorgesteld krijgt door zijn arts, hebben wij een speciale kit gemaakt en op onze website gezet. Want er is maar één iemand die de juiste vragen kan stellen en je in bescherming kan nemen. En dat ben je zelf. Surf naar radartv.nl. Volgende week zijn we er weer met een normale radaruitzending. Graag tot dan. Thuis bij Afrotros.